In deze video gaan we naar het jaar 1933, het jaar waarin Hitler in Duitsland de macht grijpt. Hij wordt de kanselier, de minister-president van Duitsland en hij maakt van Duitsland een totalitaire staat. Ja, want we hadden al gezien dat Hitler door die economische crisis en het onvermogen van regeringen om dat op te lossen en de belofte die hij er dus juist over deed, steeds populairder werd. Zijn partij, de NSDAP, die kreeg bij iedere verkiezingen steeds meer stemmen en kreeg dus steeds meer zetels in het Duitse parlement, de Rijksdag. Nou ja, en uiteindelijk leidt dat ertoe, in januari van 1933, dat Hitler benoemd wordt tot kanselier, tot minister-president. En hij schrijft dan ook meteen nieuwe verkiezingen uit, een dag later al. En ja, dat is meteen een teken voor de conservatieve elite die hem eigenlijk aan het roer hadden laten komen, dat ze Hitler onderschat hadden, of in ieder geval verkeerd ingeschat hadden. Want die conservatieve elite, dat was dus, dat was bijvoorbeeld de katholieke partij, hè, dat waren de oude machthebbers eigenlijk vooral. En die zagen Hitler dus iedere keer populairder worden en die vonden hem eigenlijk maar een schreeuw lelijk. En dan zegt dus de oude kanselier, weet je wat, we moeten hem misschien gewoon een keer een kans geven. Dan gaan wij samen met hem in die regering zitten en dan kunnen we hem een beetje onder controle houden op die manier. Ja, hij schrijft dus meteen nieuwe verkiezingen uit en hij heeft eigenlijk maar één doel. Hij wil gewoon de absolute meerderheid in de Rijksdag, in dat Duitse parlement, voor zijn partij, de NSDAP. En dat betekent dus dat meer dan 50% van de Duitsers op Hitlers NSDAP moet stemmen. Maar er is één grote concurrent en dat is de communistische partij, de KPD. En dan gebeurt er iets wat nooit helemaal is opgehelderd, maar waarvan toch wel vrij duidelijk is hoe het moet hebben plaatsgevonden. En dat is de Rijksdagbrand in 1933. Een grote brand in het gebouw van het Duitse parlement. Hier op de foto zien we het. En dat gebeurt eigenlijk heel plotseling. En al heel snel geeft de NSDAP de KPD, de communisten, de schuld van die brand. Hè. Er wordt ook een communist voor opgepakt, een Nederlandse communist, Marinus van der Lubbe. Maar die schuld is nooit helemaal bewezen. Maar Hitler en de NSDAP gebruiken deze brand om de Duitse bevolking bang te maken. En dan met name bang te maken voor de communisten. En dat betekent dat er verschillende burgerrechten worden afgeschaft door een noodverordening. Hè. Dus er wordt een verordening ingesteld door de regering van Hitler die zegt van jongens, het land is eigenlijk in gevaar. We moeten nu in ieder geval de volgende dingen doen en dat doen wij door die noodverordening. Ten eerste worden er duizenden communisten opgepakt en die worden vastgezet, die worden gevangen gezet. En daarnaast wordt ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de vrije pers eigenlijk ook in aan banden gelegd. En ja, daarmee wordt eigenlijk de vrijheid van de Duitse bevolking dus ook beperkt. Maar die gaan daarin mee omdat ze bang zijn gemaakt door die Rijksdagbrand. Dus die Rijksdagbrand, ja, die kwam de nationaal-socialisten wel heel goed uit. En er zijn dan ook heel veel historici die zeggen van nou, het zijn niet de communisten geweest die brand hebben aangestoken, maar het is de NSDAP zelf die erachter zat om die Duitse bevolking bang te maken, om zo die noodverordening in te kunnen voeren en dus vooral de grote concurrent, de KPD, de communisten, aan de kant te kunnen schuiven. Nou, er komen weer verkiezingen, maar Hitler heeft met zijn partij nog steeds geen absolute meerderheid, hè, meer dan 50%. Ze blijven steken op 44% van de stemmen, wat natuurlijk nog steeds een heel groot aantal is. Maar het is niet genoeg voor Hitler, want hij wil niet de hele tijd aan toestemming hoeven te vragen voor die Rijksdag. Hij wil gewoon meteen dingen in kunnen voeren. Denk terug in die kenmerken van het nationaal socialisme. Ze wilden eigenlijk af van die parlementaire democratie. Daar waren fascisten tegen. Ze wilden gewoon zelf met een sterke partij gewoon besluiten kunnen nemen. Nou, wat Hitler dan doet, is dat hij een aantal partijen in dat parlement achter zich krijgt, hè, en dus van die 44% meer dan 50% eigenlijk maakt om ze in te laten stemmen met de zogenaamde machtigingswet. En daarmee wordt de Duitse regering, de regering van Hitler, gemachtigd om zelf wetten te maken zonder dat ze daarvoor nog toestemming hoeven te vragen aan de Rijksdag, aan de Duitse volksvertegenwoordiging. En daarmee wordt eigenlijk al de democratie buitenspel gezet, de parlementaire democratie, want het parlement heeft niet langer invloed op welke wetten er gemaakt worden. En daarnaast wordt in die machtigingswet ook nog eens bepaald dat die wetten mogen afwijken van de Duitse grondwet. Ja, en daarmee wordt de democratie natuurlijk helemaal aan de kant gezet. En in feite wordt dit dus ook het einde van die Duitse democratie, ook het einde van die Republiek van Weimar. En wordt Duitsland hiermee een totalitaire staat. Er wordt in ieder geval een begin meegemaakt. Dus een staat waarbij er één partij is die eigenlijk totale controle over de bevolking probeert uit te oefenen door middel van onderdrukking en door middel van propaganda.